Ik dacht dat als Albert Heijn zijn, naam, zijn bedrijf Albert Heijn kan noemen, dan noem ik mijn bedrijf ook uh, Kees de Grijter. Ik ben gespecialiseerd in communicatietrainingen en heb jarenlange ervaring met projectmanagement. Ik werd gebeld en die mogelijkheid werd aangeboden om dus middels een coach aan de slag te gaan. En het voordeel was dat het uh, gratis was. Dus ik heb uh, ja gezegd. Ik vind als liberaal. Uh, dat, je, dat je ook een eigen verantwoordelijkheid hebt uh, voor, voor de rest van de samenleving als ondernemer. En, en dan moet je je kennis beschikbaar stellen voor anderen. Kees heeft me geholpen uh, doordat hij een uh, helikopterview uh, heeft. En uh, vanuit zijn ervaring naar mijn bedrijf kijkt. Maar hij moest keuzes maken. En uh, uh, als een ondernemer kun je niet alles doen. Hoe ik dus... Uh, ja zodanig geld kan verdienen dat ik mensen in zou kunnen huren. Dus ik heb er geholpen bij het maken van die keuze en dat gaat nog wel even door. Hij stelt zich niet op als de allesweter en uh, probeert ook echt met je mee te denken. Dat je kiest voor je talent uh, en niet voor het opzetten van een bedrijf. Ik denk dat ik gewoon heel erg enthousiast en gemotiveerd ben om met die feedback uh, aan de slag te gaan.